Een aantal van deze verhalen, die had ik al voor zelfs Baltische Zielen geschreven. Ja, dat is heel leuk, want je geeft ook aan het eind van het boek een verantwoording van wanneer die verhalen tot stand gekomen zijn. Ja. En dat is eigenlijk in die zin een soort verzameling van dingen die in de loop van de tijd al grotendeels tot stand gekomen waren. Inderdaad, ja. En er is wel een beetje het misverstand daardoor ontstaan dat alsof dit gebundelde verhalen zouden zijn, dat die overal elders gepubliceerd zouden zijn. Dat is niet zo heel veel, dat is nieuw. 75% is nieuw. En van de 25% die overblijft, die heb ik nog weer herschreven om in dit stramien te duwen. Dus steeds met één persoon als aandachttrekker. Wat is nou in dit boek eigenlijk de grote lijn die door die verhalen heen loopt? Ja, het zijn allemaal. Ik ben nu uitgewaaierd. Hè. Ik heb dus niet één stad, één regio. Zoals de Baltische Zielen, Estland, Letland en Litouwen. Dat is toch een tamelijke eenheid qua geschiedenis. Sint-Petersburg, hè, de eenheid. Nu ga ik van Italië naar Spanje, Frankrijk. Ik waaier ook uit naar Curaçao, naar Mauritius en natuurlijk die stad Yamoussoukro in Afrika, die helemaal van de grond af aan is opgebouwd. Het thema is de stad. De stad als de plek waar steeds vernieuwing gaande is. Dat is het grote verschil. Ik ben opgegroeid in het platteland. Een dorp niet zo ver van de stad af, niet zo ver van Rotterdam af, maar toch een dorpssamenleving. En ik heb gezien dat zo'n dorpssamenleving, er is altijd een hang naar nostalgie in een dorpssamenleving. Dat is gewoon een dorp Roon, hè? Ja, dorp waar Roon, je ook ja. De vergelding over gegeven. De vergelding, ja. Maar er is toch een hang naar vroeger. En er is in dorpen zijn gesloten, zijn niet gericht op vernieuwing. Steden daarentegen zoeken steeds naar het nieuwe. Alle creatieve krachten die gaan naar steden toe en die proberen daar tot ontwikkeling te komen. Steden zijn ook internationaler van oudsher.